Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe video van Minecraft. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een regenboogschelp kan maken en hoe je een mobs ondersteboven kan laten lopen. Oké, dus eerst heb je natuurlijk een schaap nodig, wat XP en een name tag en een anvil natuurlijk. Dus geef jezelf wat XP en dan noem de name tag dinnerboom om een opste gewoon op de kop te laten lopen. D I N N E R B O N E gewoon aan elkaar en dan zie je dat je als je de schaap zo noemt of elke map die je ook wilt. Dan is het de dinnerboom. En dan is die op zijn kop. Oké, dus nu gaan we naar de volgende schaap toe. Dit is hoe je een regenboog kan maken. Name tag, XP natuurlijk. En noem hem jjab underscore. Dus jeb, scheepje naar beneden. Zo. En dan hier en... Ik denk dat ik het beter kan maken. Sorry. Sorry jongens en meisjes, maar volgens mij kan ik het beter maken. Noem het Jeff met een kleine J. Of anders ga ik deze video eindigen. Ja. Ja, dus je moet een kleine J en een streepje naar beneden doen om een regenboogschaap te krijgen. En dinnerboom gewoon aan elkaar om een schaap ondersteboven te doen. Tada! Oké, dus dat was het einde van de video. Abonneer 100%. En ja, doei!